ook een terug deze zin dat op mijn kanaal. Dit is op mijn kanaal. Het is vandaag zondag. Het is 23. Gelijk om uit. Ik heb heerlijk geslapen. Ik vind zak geworden en medicatie daar tegenover en ik flink op eten. Joep. Goedemorgen lieve mensen. Ik ben de dienst. We weten eens wat ik ook smaak. Ik wil ze niet zo gelijk dan weer wel goed. Kijk, zie je. Let's go. Buigen! Hij ziet je van binnen, ja, hij ziet de binnenste. Hij weet hoe je bent. Je mind, je hart van hem. Van binnen naar buiten intens. Zijn liefde is ongekend. Ik kan nu zeggen, ik hoor bij hem. Hij heeft een plan en is met mij bezig. Hij weet meer dan we alle weten. Geestelijk woord, dat moeten we eten. Met mijn broeders moet ik dat delen. Geen probleem. Stille tijd wanneer ik tot hem bid. Doe niet dat ik zijn geluiden mis. Vader, help als ik het niet meer weet. Want ik moet het weten. Uw woord kan ik niet vergeten. Ja, mijn ogen moeten het lezen. En naar doelen moet ik gaan streven. Ja, ja. Bij het kruis voor onze zonden. En nu hebben we gewonnen. Het verhaal is echt, ik heb dit niet verzonnen. Nee, ah. Ik zie alleen bloed. En dat doet me niet goed. Dienst, je weet dat het ook smaakt. Even lekker. Kijk, hartstikke mooi. Toppie. If you want me to stay, I'll never leave. What you want me to say? Thought I made it clear. If you want me to stay, I'll never leave. Now you want me to stay. Now you want me to stay and never leave ya. Ja, iedereen maakt zondes. Ik heb al lang gewonnen. Ik heb al overwonnen. Ik ben al uit mijn zondes. Ik show die love nog steeds. Ook al wordt er niks mee gedaan. Geef wat je wilt ontvangen. Iedereen heeft iets meegemaakt. Leef op rust, maar de tijd gaat snel. De devil die haait, maar ik krijg hem wel. Ik voel me vreugde door Kado. Ik speel niet met feelings, het is geen spel. Ik hou het real met jou. Ik hou alles onder loop. Ja, ik hou het real met jou. Ja, yeah. Wat is die mop? Uitzicht van hier is adem benemen. Zal er met je menen. Zal er met je menen. Show alleen la 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 love. Show alleen la 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 love, yeah. Show alleen la 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 love. La 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 love. La 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 love, yeah. Show alleen la 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 love. Show alleen la 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 love, yeah. Show alleen la 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 love. La 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 la. Hoe geef je liefde als je God niet kent? Noem het geen liefde. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog op mijn kanaal. Het is inderdaad middag, het is een paar minuten over 1. En ik wil bij deze vlog vertellen dat ik dingen privé laat, over mijn privéomstandigheden, privé laat wat aan de hand is, waardoor ik zoveel
vermoeidheid heb en waardoor ook zoveel eigenlijk dingen niet wil vertellen. Dat ga ik voor me houden. Prachtig zondag vertellen dat de zon schijnt, de lucht blauw is en gewoon prachtig weer is. Beetje regenachtig. Ik heb bij voetbal vandaag met de gemeente. Tieners van de gemeente, superleuk. Ik sta vanavond bij mijn ouders hier in Randwijk. En ik heb gewoon geen radio, geen wekker uit, dus ik moet goed worden. Moeder morgen. Ik wil vandaag in een harte riem steken die mentale vermoeidheid heeft, die deze week vakantie heeft, die deze week een spannende week tegemoet gaat. Wat je ook meemaakt, ik weet niet wat jou meemaakt. Ik kom maar vanaf deze kant op mijn bed. Weet je zo? Omdat ik hier elk weekend slaap. En weet je waarom ik hier elk weekend slaap? Omdat ik op vakantie ga met Adios reizen. Weet je waarom ik op vakantie ga met Adios reizen? Omdat het goed gaat. En weet je waarom het goed gaat? Omdat ik stabiel ben. En weet je waarom ik stabiel ben? Omdat ik aan de regels hou. En daarom wil ik vandaag wat vertellen. En even thuis vlogs. Dat zijn vlogs met mijn ouders. Het zijn gezellige vlogs, het zijn positieve vlogs. Maar het zijn ook vlogs met veel variatie. De ene keer is heel emotioneel, de andere keer is heel vermoeid. En vandaag wil ik jullie tegen jullie vertellen dat we een goede gesprek hebben gehad. Met de gemeentemensen praten, hebben koffie op, hebben een koekje op. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de likes en de weergave voor TikTok, Instagram, YouTube. Hartstikke nice. Ik krijg er zoveel energie van. Ik krijg comments van dat mijn haar zo cool zat. Dat mijn haar echt heel strak kapsel was. Dus we gaan de pet ervan afdoen. Je mag gewoon mooi zijn zoals je bent. Je mag zijn dat mijn video-opname een beetje limiet bereikt heeft. Dus ik ga zo meteen heel veel video's verwijderen die er weg moeten. Kun je vandaag ook deze prachtige zondag vertellen en zeggen tegen jou. Bid en dank voor Israël. Bid en dank voor je familie. Bid en dank voor familie, vrienden. En wees ook dankbaar als je leeft, als je mag fietsen, als je mag werken, als je mag sporten, als je vakantie hebt. Wees dankbaar. En dat wil ik jullie meegeven. Dat mijn ouders, daar ben ik om. Hartstikke nice. Ik wil vertellen dat ik heel erg waardeer dat jullie de shorts goed bekijken, dat jullie de video's goed bekijken, de vlogs goed bekijken. Dus dank je wel daarvoor allemaal. Ik wil ook een extra content over het geloof maken. Het wordt echt gewaardeerd dat ik zoveel positieve reacties krijg en comments krijg over mijn haar, over mijn kapsel, over mijn baard, over mijn bril en over alles wat ik aan heb. En ook over alle vlogs en alle video's en TikToks en noem maar op. Maar daarnaast doe ik niet alleen vloggen. Ik begeleid mensen in een elektrische rolstoel. Ik begeleid mensen met koffie. Ik begeleid mensen met schoonmaken, met mensen aansturen. Ik ben de langste medewerker van de zorgbedrijf. En ik kreeg gisteren zo'n gaaf comment van mijn tante. Dat ik zo goed mensen begeleid. Dat ik zo goed mensen help en in de zorg werk. Vind ik heel tof om te horen. Dus dat doet me echt heel goed. Vergiet sowieso over vlogs en de video's. En ja, ik ga eens even wat doen. Dus deze boy sandwich. Yes. Vergeet van vlogs. Yes. Kort, wonderlijk overzicht. Likes gingen super lekker op TikTok, YouTube, Instagram. Dank jullie wel daarvoor. En het ging heel goed met wandelen. Mijn moeder net lekker geluncht vanmiddag. En wel een paar feedbacks en ups en downs gehad. Maar een super gezellig middag gehad. Positieve bericht gehad. En mijn moeder afgehad op de Xbox One. Misschien kan die medewerker niet. Ik hoop dat ze toestemming geven ervoor. En als het vertrouwen terugkomt, dan heb ik een afspraak gehouden en dan komt tijd gaan slapen. Dus ben ik lekker energiek, lekker fit boy. Spierkerel en ben ik gezond en fit. En een beetje kouden. Mijn fles gewoon weer fysiek om mijn fles. Als ze dicht, dan ga ik zo een paar dingetjes mee doen. Nog een paar dingetjes delen. Nou, heel erg bedanken voor het liken, het reageren. Super tof, dankjewel allemaal. Ik ga even heel kort wat vertellen over dit weekend. We weten, als ik dit weekend heel druk moet allerlei content maken. Ik ben erachter gekomen dat ik best wel geniet van de weekenden. Best wel van de positieve dingen die er gebeuren. Maar ook van dingen die ondanks ook naast mij gebeurt. Dus dingen die gewoon... Prachtig gordijn, dat is een mooie kast. Bij mijn ouders. Mensen, we eten van het andijvenstampot. We hebben lekker gegeten vanmiddag. Het wordt een stuk frisser buiten. Dus het trui sowieso wel nodig. Het gaat weer frisser worden. Lekker gewandeld net. Buiten hartstikke nice. Ik heb positief. Ik ga zo even lekker dutten. Ik ga zo even schrijven een dagboek en even dingetjes bekijken. En dat. Ik wil ook allemaal heel erg bedanken voor de afgelopen week. Alle likes, alle weergaven, alle reacties, berichten. Ook de berichten rondom alle evenementen die ik gehad heb. Superleuk. Dankjewel allemaal. Dikke lof van jullie allemaal. En dankjewel voor alle complimentjes, alle goede dingen die ik gehoord heb. En alle lieve complimentjes, alle feedbacks en adviezen. Hartstikke nice. Ik ga weer tot woensdag offline. Tot dinsdag doe ik sorry, dinsdag. Want dinsdag dan kom ik hier slapen en mag ik op internet een half uurtje. En dan is het zo weer de rest van de week. Is de week zo weer vol. Dinsdag huiskamervergadering. Ja? Er komen veel jongeren, veel mensen, veel woongroepen, veel mensen die werken. Ik ben 29, hartstikke fysiek sterk. En ik ga proberen om positief te houden. En ik laat jullie weten dat ik mijn Xbox erbij heb. En daar denk ik van het genieten ook de game en FIFA te gaan spelen ook.
Ik had vermoeden dat er nog niet duidelijk afspraak gemaakt wordt tegen mijn laptop wanneer ik die terugkrijg. Dus dat is ook al een positief eentje. Ik ga het een keer over hebben, mijn ouders. Ik ga jullie in ieder geval bedanken voor het kijken allemaal. Ik ga nog een paar dingen stellen op Instagram en op Snapchat en dat soort dingen. Vergeet like te abonneren. Dankjewel allemaal. Dikke lef, vette lof van jullie allemaal. Heel erg nogmaals bedankt voor alle likes, reacties, alle liefde die ik heb gehad op social media. En voor alle liefde naar mijn moeder, naar mijn ouders en naar mijn familie, zussen en gewoon iedereen die zo... God houdt voor jou. Jesus loves me. This we know. JWA t-shirt, broek. Morgen ga ik er lekker naar Wageningen toe. En ik hoop dat ik af en toe ook wat meer dan dingen kan filmen of vloggen. Het gaat er goed. Ik ben stabiel. Ik heb net wat te donker beneden. Ik ga zo medicatie nemen. En dan ga ik hierbij korte dingetjes. Ik heb er vroeger van Miranda Bos gekeken. Superleuk. YouTube kanaal heeft zij. Andere vlogs gekeken. Heel veel commentjes van andere mensen. Dat ik leuke TikToks maak. Superleuk. Dank jullie wel voor. En we gaan er een goede week van maken. We gaan er voor elkaar zijn. En als mensen liefde en kracht nodig hebben, bidden we daarvoor. En natuurlijk komt alles bij ons. Met alle dingen wat we meemaken, wat we zien. En je mag altijd bij de Heer komen. Heer komen als wat is. Je mag ook bij je familie komen, bij je ouders komen. En ik ga ze afruimen. Zodat ik eten met mijn ouders. En dan gaan we naar Boezek Vrouwen kijken. Ga ik brood klaarmaken. Ga sms'en. Telefoon even updaten. Alleen, ik wil een paar dingen zeggen. Moeder had het erover tijdens vallen dat ze Nokia niet mag conteren. Nee, wil ik ook niet. Ik heb ook gewoon privacy dingen. 29. Geen klein kind. En ik mag best een beetje losgelaten worden. Dat heb ik ook met René gehad van de Ziedres. Dus dat is ook hartstikke helemaal prima. Een gesprek gehad van de week. Gasten gebracht en dat soort dingen. Allemaal weekend gehad. Heel gezellig weekend gehad. Ondanks alle dingen die gebeurd zijn. Emoties gehad ook wel. Dat ook wel. Ik hang er te veel bij. Ik ga het volgende lijn gooien. Dankjewel voor het kijken. Maar vergeet te liken. Abonneer je bootje sandwich. Tot later toppers. En tot dinsdag. En hele fijne zondagavond. Geniet van je dagen. Geniet van je herfstvakantie trouwens. Ik ga gewoon werken. Ik ga gewoon mijn best doen deze week. En je bootje sandwich. Bedankt voor de likes. Wees lief voor elkaar. God bless you. Tot later toppers. Dankjewel. Joe. Mijn ouders, bovendien ben ik heel blij met de hoop en de vakantieboeken die daar liggen, hartstikke mooi. En voor de rest, een heel goed weekend gehad verder. Ook ups en downs gehad, ook veel gebeden gedankt, maar yes.